Goeiedag en welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. Ik zit momenteel in een GLE uitgevoerd met een MBUX systeem en vandaag gaan we het hebben over de head-up display. Dat is de display die u voor u ziet op het moment dat u aan het rijden bent. Ik zal hierin een klein voorbeeld geven met wat de inhoud is en hoe je deze instelt. De head-up display is op te roepen vanaf het stuurwiel. In het geval van een rijassistentiepakket zit de terugknop en de huisknop op 1. Mocht er in het geval van geen rijassistentiepakket, zit de huisknop in deze knop. Op dit moment drukken wij hem in en swipen we over de touch control naar boven. Op dat moment komt het menu open te staan van de head-up display. Hierin kunnen wij switchen. Dus kunnen wij door middel van de touch control naar links en naar rechts te zetten, kunnen wij de inhoud van de head-up display veranderen. Aan de gehele linkerkant kunnen wij bijvoorbeeld een kompas inzetten, verbruiksmonitor, eventueel informatie van de auto, een G-krachtenmeter of deze kunnen we leeglaten. In het midden kunnen wij instellen eventueel de kilometrage en daarin informatie van de cruise control. Kunnen alleen de kilometrage kunnen we erin zetten, kilometer per uur, of we kunnen deze ook leeg laten. Aan de rechterkant kunnen we ook weer veel informatie terugvinden van de auto. We kunnen deze uiteraard ook leeg laten. Informatie van de auto. Meerdere mogelijkheden. Afstand tot de voorligger, eventueel stand van de luchtvering en eventueel helemaal niets. Drukken wij, swipen wij over het stuurwiel. Helemaal naar rechts kunnen wij hierin de instellingen openen. In deze instellingen kunnen wij de helderheid ingeven. Door naar links en naar rechts te swipen kunnen wij de helderheid veranderen. We kunnen ook de positie kunnen we veranderen. Bij het omhoog swipen en omlaag swipen over de touch control aan de linkerkant van het stuur kunnen wij de head-up display naar boven en naar beneden laten bewegen. Door naar links en naar rechts te swipen, kunnen wij de helderheid ingeven. Deze kunnen we minder helder maken of meer. Ook kunnen wij meldingen terug laten komen in de head-up display. Instellingen kunnen wij hier dus aanvinken. Door helemaal naar links te swipen, kunnen wij de head-up display ook in- en uitschakelen. Op dit moment is deze uitgeschakeld en deze kunnen we ook terugvinden in het systeem onder HUD. Deze kunnen wij dus ook hier aan- en uitzetten. In het kort is de head-up display te activeren door op de menuknop te drukken en naar boven te swipen. En dan zal die tevoorschijn komen voor u in het raam. En dan kunnen ze per 3 vakken kunnen ze individueel ingesteld worden. Dus naarmate uw wens qua informatiestroom van de auto kan deze worden ingesteld. Hier kan dus ook de helderheid en de positie worden ingesteld van de head-up display.